Goed, en wordt dit keer een hele korte video, want gisteren hebben we een video gezien die best heftig was. En dan hopen we nu een beetje weer. Ik mis wel, ik ben een beetje uitgerust dan gisteren. Ik moet ook eerlijk zeggen dat het dit vooruitgewerkt is, dus ik weet niet hoe je er al op gereageerd hebben. Dus ook deze video zie natuurlijk nu wel, maar ik kan je al vertellen dat het een video is die ik nooit heb geüpload, die van gisteren. Maar goed, dat was van gisteren. Nu van vandaag, en dat is een video, gaat over. Hij gaat over OV met een beperking. Over taxicentrales. Ik heb nogmaals geen hekel aan die mensen. Dat jullie het even weten. Dus ja. Ik ben Kamerdorf en welkom bij deze video. From time to time, before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Goed, voordat ik ga vertellen over taxicentrales, was het een beperking dat ik het heel erg leuk vind als zij op mijn Instagram zouden volgen en een like achtergeven als dat zou willen op de foto's. Of iets leuks doen op tweets en ik zou het willen schrijven. Negatieve dingen reageer ik niet meer op, sommige dingen wel, of niet. Maar goed, we gaan beginnen aan de video en ik ga gewoon wel zijn. Dit is waarschijnlijk niet zo lang een video dan gisteren, dus ja. Maar geen excuus voor een korte video van gisteren. Dan moet ik, je weet dat ik in een rolstoel en ik ga het even over met een beperking hoe het gaat. Vaak denken mensen van, goh, Isaac, hoe ga je dan weg, of ga je naar de kapper of wat anders. Maar het gewoon heel simpel is met rekentaxi en vanies. En die alle twee werken weer op andere dingen. Met rekentaxi kan je een uur van tevoren boeken. En bij vanies moet je wel 24 uur van tevoren boeken. Als je iets wil en dan kan je terugboeken. Bij rekentaxi kan je het niet. Bij rekentaxi kan je zeggen, weet je wat, ik wil niet naar huis. Dus ik moet nu een taxi voor een uur. Dus ja, dat is een beetje. Dus het is best wel fijn om regentaxi mee te rijden, maar ook gewoon voor vervelend. Wat vervelend is, de regentaxi is dat ze 3 minuten mogen wachten en niet langer. Want anders rijden ze gewoon weg. En bij verlies moet je ze wachten dat je komt. Dan kunnen wij weer wegrijden en dan moet je toch weer terugkomen om je weer op te halen. Want dan moet je weer een beeldje naar het verlies. Of zeggen waar je taxi is. Dus dan krijg je dat weer. En, maar goed, iedereen net als tijd, het regentaxi werkt niet in 10 kilometer. Premium met budget en met verlies wel. Ik heb een groter budget gekregen bij verlies, omdat ik een beetje licht heb in mijn kamer. Ik krijg een groter budget, anders krijg ik 1200 kilometer per budget, dus het is 100. En als je hoger wil, is het 100 per jaar. Alles is 600 per jaar, nu is het 600 per jaar. Dus ik heb alle ruimte om altijd echt op te drijven met de rode van de taxi. Als je dus 600 km met het OV gaat, en dat zijn gewoon dingetjes met de rood, want het OV, zoals je weet, is te lang. En dat is het geen doen met de rood. Door verlies begeleid is het wel heel anders. Dan word je gewoon begeleid in de taxi, naar het perron, naar het treinstel. En als je bent omgekeerd. Dus als je bent, dan word je uit het treinstel gehaald door verlies begeleid. Dan word je uitgecheckt door verlies begeleid. En dan wachten de taxis, maar de taxi wachten al. Als de trein aankomt, dan is de taxi al voor je klaar. We hebben het vaker gedaan met de taxi, met de trein. Nou, om heel eerlijk te zijn, is het best wel een plus. Want, het is gewoon best wel. Als jongens, de taxi, dat is dan in Utrecht. Dat is toch weer niet in te wijlen. Want daar is geen begrijp, want het is geen NS, geen CS.
Dus alles is juist op alle stations in Nederland tot. En er komt er een directeur voor begeleid. Vaak zijn het dezelfde mensen die komen. Dus ze kennen een paar mensen ervan en die we vaak mee hebben geholpen. En dat is ook wel leuk. Ik ken er ook twee hele goede. En je hebt altijd leuke dingen te vertellen over treinen en over dingen van vroeger en van nu. En André is een beetje een stille man, maar ook aardig. Dus ik heb er vaak twee gehad en toen kreeg ik over 10 minuten. Mag ik graag niet in de trein? Als je naar een boven kunt zitten, dan mag je niet in de trein meer. En dan zijn ze bang dat je dan weer te veel in de trein gaat. Tegenover je verbonden hebt, als kilometerbudget. Maar in ieder geval, er is een verschil tussen regentaxi en mijn verlies. Ik heb ze allebei en ik heb het pas niet zien. Want ik heb het al pas niet meer op en dan ben ik bang dat ik daar misbruik kan maken. En dat mag niet. Dus dat mag ik niet uitzien, mijn pasje moet ik uitzien. Dus ik heb twee pasjes en ik heb nog een OV-begrijpskaart. Nu kon ik een nieuwe aan. Aan die oude was wat pas lopen die ik heb. Dus ik kon een begrijpskaart kan er ook aan. Dat betekent ook, als je begrijpen bent, dan mag je gratis mee met de trein, de taxi en de DLOV. Dus ook regentaxi en verlies. Ik gewoon gratis meereizen. Ik betaal voor mezelf en de begrijpen gratis. Dan heb ik de begrijpskaart en niet anders. Ze komen in video met je partner als interessant vond. Zo ja, doe er zeker een dikke duim omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Zie je elke dag om 4 uur nieuw vlog. En zondag en elke dag om 8 uur. En nieuwe hele video. Ik hoop dat mensen. Tot de volgende.